Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 1 juli. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik zit hier even met Nikki, die is er ook gezellig. En ik ga zo even de woonkamer doen, maar ik wil eerst even de bij de voordeur eventjes weer vegen. Want er ligt nog wat borstel van het ophangen van het tuindoek. Kan ik daar eventjes die raampjes eventjes doen. En als het goed is, is mijn flesje dan leeg, zeg maar, van de, van die raam, van het blauwe dingen voor je ramen. Hoe heet dat nou? Het is een soort glasheks, maar dan een goedkope versie, zeg maar. En wil ik daar eventjes een mengseltje in maken met chloor. Dan ga ik dat daar gewoon even spreken om te kijken of dat iets doet. Want, ja, ik heb eventjes geen... zin om daarop te wachten tot ik eventueel insectenverdelger heb. En ik moet zeggen, nu het wat minder warm is, zijn de insecten ook minder. Het is wel echt puur met het warme weer. En dan kan ik daar eventjes dat etablissementje neerzetten met de beeldjes erop. Dus dat leek me wel een goed idee. Gisteravond heb ik gekeken naar Beter Laat Dan Nooit. Ik vind het wel leuk dat seizoen 1 erop is, want ze hebben het voor een paar maanden geleden zijn ze er weer een keer mee begonnen met uitzenden. En toen zijn ze er ook ineens weer mee gestopt. Dus dat vond ik wel leuk dat ik dat toch nog eventjes nu kan zien, dat hele seizoen. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb mijn artikel online gezet en ook de foto's voor het artikel voor vanavond zijn klaar. Dus ja, op zich was het een productieve avond. Prima. Alleen maar heel erg los van mijn teennagels. Ik heb ze maar even bijgeveld. Want ik blijf ze knippen. En op zich is daar niks mis mee. Maar ik dacht, ja. Eigenlijk is de knipping niet zo goed. Maar voor mijn teennagels maak ik me er nooit zo heel druk om. Maar ik heb ze nu een beetje geveld. In de hoop dat dat een beetje effect heeft. En als ik ze vanavond weer in mijn sokken voel, dan ga ik ze toch echt knippen. En daarna ga ik even de woonkamer dus aan doen. En daarna denk ik nog eventjes spullen journalen. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga er even mee beginnen. Ik heb verder ook weinig te melden eigenlijk. Dus weinig gebeurt in de tijd dat ik jullie niet gezien heb. Dus ja, dat is het voor nu eventjes. En ik zal jullie straks wel even het eindresultaat laten zien van bij de voordeur. Ik zal wel even voor en na doen. Dan kun je even zien hoe het er nu uitziet en hoe het eruit ziet als het klaar is. Oké, before. Je hebt hier nog allemaal dode beesten. Ik heb hier op mijn voordeur nog een dode mot. Daar moet ik even een doekje overheen halen. En hier zitten dus de beesten. Dus die ga ik proberen nu weg te halen. Dus we gaan maar eens eventjes vegen. Want het is hier echt een bende. Zo, en nu is het klaar. Je ziet geen beestjes meer. Ik heb dit helemaal afgenomen. Hier ook. Hier ligt nu nog water met chloor op de grond. Maar dat droogt vanzelf op. En dan zet ik denk ik morgen even dat dingetje neer. Want dit moet eerst even drogen. En ook mijn voordeur is helemaal schoon. Want hier had een mot aan. Die heb ik ook helemaal afgenomen. Dus ik ben weer tevreden. Gaan we nu maar eens eventjes wat gaan we doen. En ik zal jullie erbij zetten. Mijn camera is gericht, dus ik film even met de telefoon. Mijn huis is weer schoon. De katten hebben net gegeten. Dus dat is top. Ik ben ook heel blij dat het bij de voordeur wat schoner is. Dus ja, eigenlijk best wel lekker bezig geweest. Het voelde ook gewoon weer heerlijk om met je blote voeten in huis te lopen. Want ik heb zo lekker gedweld. En dan voelt dat gewoon extra fijn, vind ik zelf altijd. Vanavond eventjes de vlog inplannen. Het artikel schrijven. En ik kijk Steenrijkstraat, Arm en Obese eventjes
Verder is het eigenlijk niet heel veel op de planning. Basic avondje. Uiteraard weer Gossip Girl. En daarna ook Rex. Gossip Girl, dat liep echt af met een hele soort van cliffhanger. Maar dat is het eigenlijk niet. Want bij een cliffhanger moet je natuurlijk wachten. Dat hoeft bij Gossip Girl niet. Ja, ik moet wachten tot vandaag. Maar en toen het uitgezonden werd, moest je waarschijnlijk een week wachten. Maar het liep echt wel heel spannend af. Want Blair natuurlijk al een auto-ongeluk gehad. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat nu verder afloopt. Maar nog steeds heel erg tevreden over deze naplak. Dat had ik toch niet zo vond. Maar ik vind het toch wel heel erg leuk. Ja, ik heb nu ook even de spray hier op tafel staan. In dat dienblad. Want ik merk gewoon dat ik hem steeds in de keuken staan. Dat werkt gewoon niet. Ik heb hem nu maar hierin gezet. Ik ga nu nog een vlek relaxen en ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder tot niets meer doen. Dus ik ga bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 2 juli. Ik heb last van een vervelend plukje. Hopelijk blijft hij nu zitten, maar ik geef het weinig kans, want hij gaat weer los. Ik heb voor deze weer lange mouwen aan, want ja, het is eigenlijk niet zo heel warm meer. Ik weet niet hoeveel graden het nu is. Ik ben in ieder geval wel klaargemaakt. Het is vandaag 21 graden met bewolking. Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb Steenrijkstraat Arm gekeken en daarna Obese. Moet zeggen, vond ik dit keer iets minder. Nou, ik had het ook al wel verteld. Ik heb het natuurlijk allemaal wel gezien. Maar dit was een man die ging een beetje zijn eigen koers varen. Hij woog 250 kilo. Hij moest heel veel kilo's kwijt. Ik weet alleen niet meer. Ja, volgens mij misschien naar de 120. Denk ik, weet ik niet zeker. Het kan ook zijn dat het minder was. Hoor. Maar hij moest in ieder geval zoveel kilo afvallen. Als einddoel in 8 maanden tijd. Alleen bij afvallen betekent het dus dat je je brood moet laten staan. Wat eigenlijk in eerste instantie een beetje een vreemde gedachte is. Omdat je denkt dat brood heel gezond is. Maar het schijnt dus heel veel koolhydraten te bevatten. Waardoor je dat dus moet laten staan. Als ik het goed zeg hoor, koolhydraten. Misschien doet het wel wat anders, maar dat weet ik niet. Eigenlijk. Ik zeg wel heel leuk koolhydraten, maar volgens mij is het heel iets anders. In ieder geval, dat schijnt dus niet zo goed te zijn met afvallen. Maar hij kon zijn brood niet laten staan. Eten was voor hem wel een knelpunt. En ook het op tijd slapen, want zijn sociale leven kon hij weer een beetje oppakken. En ja, dan was het toch wel dat hij soms wel te laat naar bed toe ging. En dat hij eigenlijk te weinig rust had. Waardoor hij dus ook dat weer merkte in het sporten. Uiteindelijk was hij ruim 20 kilo te weinig afgevallen. Voor het programma. Hij ging zijn eigen traject nog wel voortzetten. Want je mag dan ook nog een jaar gebruik maken gratis van de sportschool. En je bent nog 5 jaar bij de obesitaskliniek geloof ik welkom. En nou ja, goed. In ieder geval, het was jammer omdat hij toch wel een beetje zijn eigen koers ging varen. Dat het daarom niet echt lekker liep. Ik heb Gossip Girl gekeken. Viel me een beetje tegen. Omdat ik gisteren vertelde dat het eigenlijk dinsdag sloot met een cliffhanger. Waarvan ik dacht, oh dit wordt super spannend. Blair en Chuck kregen een auto-ongeluk. Maar Gossip Girl begon en je zag ze weer gewoon helemaal. Nee, je zag eigenlijk dat ze niks meer hadden van het ongeluk. En je zag wel wat beelden terug dan die dan gebeurd zijn na het ongeluk. Maar het was allemaal best wel vaag. En dat vond ik best wel jammer. Dus dat viel een beetje tegen. Ik heb Rex gekeken en ik heb de vlog ingepland. Ik heb mijn artikel geschreven en dat was het ook. Ik heb alleen een heel klein knoopje in mijn ketting. En die krijg ik er dus met mijn vingers niet uit. Ik moet eigenlijk met een naaldje. En dat wil ik dan eigenlijk alle minuut dat dat lukt. En dat lukt dan even niet. En dat irriteert me dan. Maar ja goed, het is even niet anders. Vandaag weinig op de planning. Ik heb straks een therapiesessie. De laatste voor haar vakantie. Mijn coach gaat het waarschijnlijk niet redden om op tijd hier te zijn. Dus die dacht niet dat ze aan kon sluiten. Of in ieder geval later. Zou ze nog over appen, heb ik nog niks van gehoord. En daarna moet ik gewoon boodschappen doen. Dus verder eigenlijk niet bijzonder. Ik zal vandaag ook weinig vloggen. Omdat ik deze dingen heb.
Dan verder gewoon basic. Mijn outfitje. Ik heb sinds weken weer een lange broek aan. Ik heb gewoon deze broek aan die ik bij Lidl heb gekocht. Hele fijne broek en dit shirtje van de Primark die dus half zit. Dus ik vond het wel prima voor vandaag. Ik ga zo eventjes wat flessen bij elkaar schrapen. Ik ga even wat oud papier bij elkaar schrapen. Dat kan straks allemaal mee. En ik ga even stofzuigen en dat is het dan ook wel verder niet, niet bijzonder. Niet zo heel veel te melden. Er is eigenlijk weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien of dat ik de camera heb gepakt. Dus ja, eigenlijk een beetje basic. Dus ik zie jullie dan in ieder geval weer als ik terug ben van mijn boodschappen. Want ik ga even stofzuigen, even de spullen bij elkaar zoeken en dan straks op tijd klaar zijn voor de therapie. Zo, ik heb dit neergezet. Helaas kan deze niet staan, want dan valt hij dus om. Maar ik vind het wel leuk zo. Dus hier kan je nog een tekstje schrijven, maar ik heb geen stiftje of zo. Hier zitten toch weer beestjes. Ik zal het even de gloorspaar pakken om te kijken of er wat gebeurt als ik het inspreek. Maar voor nu vind ik dit wel super leuk. Zo, ik ben weer thuis. De laatste therapiesessie gehad voor haar vakantie. Dat was allemaal prima. Mijn coach was hier rond 3:30, dus nou, dat was allemaal goed. Ik heb de boodschap gedaan, die zal ik jullie even laten zien. Ga ik daarna lekker douchen en even koken. Ik eet wel makkelijk vandaag. Meestal doe ik nog, vind ik dat wel handig. Ik doe het eventjes hier al. Ik heb cola gehaald. Oeh, hier wil ik eigenlijk niet zitten. IJsboordjes gehaald. Ik dacht, ik ga ijsjes. Kan ik zelf ijsjes scheppen, maar ze hadden helaas geen ijs. Althans, niet het ijsboord veel. Ik heb twee boontjes gehaald. Die waren in de aanbieding bij de Boni. Ik heb het straks lekker shawarma. Ik denk dat ik niet alles opeet. Ik denk dat ik... Ah, weet ik niet. Moet ik even kijken. Ik heb twee zakken taart gehaald. Ik heb nu even voer gehaald van de Boni. Dit is bij de Boni vandaan. Dit is een stukje goedkoper als bij de Plusmarkt. Ik heb drie pakken met Nicky. Ik heb fruitsmaak. Dit is sinaasappel en ik heb aardbei en een zak aardappelschijfjes. Ga ik even naar die tas. Wat heb ik in de aanbieding? Snitzels. Zondag. Ik heb deze gehad van Starbucks. Die vind ik heel lekker. Die was in de aanbieding. Ik heb cappuccino. En ik heb een caramel macchiato. En ik ook. Ik heb een flesje met... Ranja, want ik drink eigenlijk te weinig. En ik vind soms een dingetje met ranja ook wel lekker. En deze is heel goedkoop en die smaakt prima. Ik heb chocomel gehaald. Snijboontjes voor maandag. Die moeten wel de vriezer in, want die zijn me tot zaterdag. Ik heb nog slaapdempen. Ik heb nog frietsaus. Even kijken hoor. Bakken en braden. Heel belangrijk die wat op. Dan heb ik een kuppensoep gehaald. Ik heb nootmuskaat. En pinda's. En nog een zak met kattenvoer. Dat waren de boodschappen. Ik ga dit even opruimen. Vanavond kijk ik weer SBS 6. Ik neem even het perfecte plaatje op. En dan kijk ik gestookte meester Frank Visser. En vanavond kijk ik weer Gossip Girl en Clem. Ik moet foto's bewerken. Het is een redelijk rustig avondje. Ik ga nu even lekker douchen, want ik heb toch wel gezweet. Het was toch een beetje te warm met lange mouwen. Dus ik zie jullie dan gewoon morgen weer, want ik ga verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 3 juli. Ik ben klaargemaakt en ik word er zo blij van, want ik heb allemaal nieuwe make-upjes getest waar ik dan weer helemaal gelukkig van word. Mijn oogschaduwpaletten waar dan nog nooit in gedipt is en dat soort dingetjes. Dus heerlijk. Ik ga zo eventjes de bovenverdieping afmaken. Ik ga dus even mijn hoek nog, mijn nusselhoek moet even afgenomen worden. En dan moet ik daarna even stofzuigen en dweilen. Dus dat is het. Gelukkig had ik van de week al een hoop gedaan. Ik wil zo even een handwasje aanzetten. Want ik heb nog dat nieuwe jurkje van de Aldi. Twee onderbroekjes van de Action. En het nieuwe shirtje van Rustig. Met wat goed erop. Die moet ik even in de handwas doen. Zodat ik ze daarna ook lekker aan kan. Gisteravond eigenlijk vrij basic. SBS 6 gekeken, gestalkt en meester Frank Visser valt verder weinig over te vertellen. Want ja, het is allemaal toch herhaling. Ik heb Gossip Girl gekeken en daarna Clem. En ik heb nu een loopneus. En die probeer ik nu heel fijn weg te werken.
Ik heb de foto's even bewerkt en dat was het eigenlijk ook wel. Verder niet heel bijzonder. Lekker gegeten, dat was echt heerlijk. Ik heb genoten van mijn frietjes. Ik word sowieso gewoon heel blij als ik een verse zak friet aanbreek. Dan heb je vaak nog allemaal van die grote lange stukjes en zo. Dus dat was wel echt super lekker. Mijn swarm heb ik dus niet helemaal opgegeten. Ik heb gewoon toch nog, ik heb door de helft gedaan, toch een deeltje in de vriezer. Want ik dacht, dit is eigenlijk veel te veel voor mij. Alleen 347 gram, dat eet ik helemaal niet weg. Dus ik heb gewoon een klein beetje gebakken en dat was ook eigenlijk prima. Ik zat gewoon vol, maar niet te vol. Maar het was echt heerlijk. Ik heb echt er wel van genoten. En het was ook al een tijdje geleden dat ik swarm op had. Dus dat was wel super lekker. Ik wil ook even de boodschapjes opruimen, want die staan ook nog in de gang. De cola moet even naar boven. Dan ga ik even stofzuigen. En daarna, als ik boven klaar heb, ga ik even bullet journalen. Daar zal ik jullie dan even bij zetten. Maar ik ga nu gewoon eerst eventjes gauw wat doen. Verder ook eigenlijk niet zoveel te vertellen. Want er is weinig gebeurd. Ja, ik heb mijn medicijnen. Ik had mijn nieuwe medicijnen opgehaald. Waar ik al een weekje zonder zat. Dus dat was wel fijn. Die heb ik nu weer genomen. Ik was vergeten te bestellen vorige week. En het is een beetje vervelend. Want voor corona toen... hield de apotheek het in de gaten. Toen, tijdens corona moest ik het zelf doen. En toen voor 2 weken terug, toen heeft de apotheek het weer even in de gaten gehouden. Maar er zaten dus niet de pilletjes bij die ik nodig had. En die was ik gewoon vergeten te bestellen. Ja, en ik kon niet eerder dan gisteren ophalen. Dus die heb ik ook weer. Dus dat is top. Verder eigenlijk weinig. Ja, ik moet nog wat was in de kast opbergen, maar dat zou morgen ook nog kunnen. Ik vind nu eerst even prioriteit dat de bovenverdieping even verder schoon is. Dat ik daar ook gewoon even weer met een fijn gevoel kan lopen. Dus daar ga ik nu even aan beginnen. Zet jullie bij het bullet journal erbij. Misschien dat ik jullie nog even een overzicht laat zien van voor en na boven. Maar daar moet ik nog even, naar kijken of dat ik dat doe. Maar in ieder geval nu eerst even wat doen. Oké, dus heb je voorbeelden. Dit is echt een troep. En we gaan nu dit even schoonmaken, stofzuigen en dweilen. Dus ik ben benieuwd hoe het er straks uitziet. Na beelden, het is nog niet perfect, maar ik vind het voor nu goed. Ik heb nu hier het karretje staan, ik heb alles wat opgeschoven. Ik moet dat nog helemaal gaan indelen, maar voor nu is alles wel weer schoon. Ik vind het voor nu wel even goed, ik ben er nu wel even klaar mee, dus ik zeg voor nu eventjes goed. Ik ga wat drinken, want ik heb dorst. Van mijn camera is vol, dus daarom film ik even met de telefoon. Ik ben wel heel trouw begonnen nu met mijn glaasje aanmaak. Hij is echt heel lekker, gewoon een aanrader. Hij is van het goedkoopste merk, hij is 73 cent en hij smaakt echt top. Ben ik tevreden met wat ik heb gedaan? Nee, ik heb niet het fijne gevoel wat ik normaal heb na het schoonmaken. Dat ontbreekt nu heel erg. Ik weet niet hoe het helemaal komt. Ik had het karretje meer in willen richten, maar ik had geen puff meer. Ik wist ook even niet zo goed met hoe ik verder moest. Dus ik dacht, nou, dan kan ik het van de week beter even doen als ik wat meer puff heb. Het ontbreekt nu heel erg. Ik word gewoon niet zo blij van de troep boven. Daar moet ik zelf wat aan doen, ik weet het. Maar ik kan de energie momenteel gewoon niet vinden. Ik heb op dit moment heel erg kramp hier zo in mijn linkerbeen. Dat is aan de zijkant, dat loopt door naar mijn enkel. Dat had ik gisteren al met slapen. In bed voelde ik het al. Ik kon ook al niet op mijn linkerzij slapen. Terwijl ik dat normaal dus doe. Dus dat werd hem al niet.
even geknutseld, maar ik weet niet wat daarvan is gevlocht, omdat het kaartje vol zat, dus dat weet ik dus niet. Maar ja, het fijne gevoel ontbreekt gewoon even. Ik moet nu ook gewoon even gaan relaxen. Ik moet proberen even los te laten, want ja, het is gewoon even niet anders. Ik moet gewoon van de week even een flinke slag gaan slaan of volgende week. Boven gewoon even lekker gaan opruimen. Er zijn misschien nog plannen om eventueel een voorraadkastje in de keuken te maken. Dat zou top zijn. Maar daar moeten we allemaal eventjes naar kijken. Ik ga straks even lekker mijn nagellak eraf halen, want die ziet er niet meer uit. Ik ga douchen. Ik ga straks lekker eten. Vanavond kijk ik even het perfecte plaatje, want die heb ik opgenomen. Ik kijk nog wat van die show op SBS6. We Want More heet dat, geloof ik. Klein stukje vind ik wel leuk. Je hoeft niet de anderhalf uur te zien. Ik weet ook niet of er nog komt een man bij de dokter komt. In ieder geval geen nieuwe afleveringen meer. Ik weet ook niet wat er in plaats van Flikker Rotterdam komt. Dus moet ik ook even naar kijken. En vanavond is het gewoon een artikel schrijven. De video in elkaar zetten voor morgen. Gossip Girl en Clem. En voor de rest gewoon chill. Die handwas die draait nog, die zal straks wel klaar zijn. Dan kan ik die nog even ophangen en dan stop ik er even mee. Ik was ook even niet helemaal lekker toen ik uit bed kwam. Het zweet brak me ineens uit. Ik voelde me niet lekker in mijn hoofd. Zo ben ik ook even gaan liggen en daarna ging het gelukkig wel weer. Maar het is vandaag geloof ik gewoon niet helemaal mijn dag. Dus morgen beter. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. En hopelijk ben ik morgen weer wat beter. In mijn doen en in mijn vel. En dan kan ik weer wat meer doen. Hopelijk waar jullie bij kan zetten. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 4 juli. En mijn oma is jarig. Ze is 88 geworden. Ik ga er dit jaar niet heen. Vorig jaar ben ik er natuurlijk heen geweest. Als je mijn vlogs langer volgt, dan ken je dat hele verhaal. Mocht je het niet weten, je kan het altijd even terugkijken. Nou, dit jaar ga ik niet. En ja, het is natuurlijk ook nu ook anders met corona. Kom huis, je hebt troep in je oog. Mijn oma heeft ook niet een super grote woonkamer. Dus 1,5 meter afstand houden is al snel wat lastiger. Ik vind ook wel een beetje nog een dingetje om oudere mensen te bezoeken. Ondanks dat het wel weer mag. Ik vind toch, ja, ze zijn kwetsbaar. Ze hebben in het begin ook echt afgesproken dat alleen mijn oom en tante daar zouden komen en mijn moeder om de verzorging te doen. Dat heb ik een poosje terug ook al verteld. En ja, met de verjaardag is het toch lastiger. En ze wilde geloof ik eigenlijk in eerste instantie wel een partytent opzetten, maar het waait als malle. Dus ik denk ook niet dat dat echt gelukt is, want dat blijft gewoon niet staan. Ja, gadver, nou heb ik jouw troep op mijn telefoonmuis van je oogje. Ik ga eens even kijken hoeveel graden het is. Het is niet warm in ieder geval. Het is 17 graden. Nou ja, prima. Ik ben toch binnen en thuis. Dus, nou ja, ik heb een hele mooie kaart gestuurd. Dus dat is ook altijd leuk, vind ik zelf. Ik ben zelf nog wel iemand die veel kaarten stuurt. Niet echt. Maar meestal zorg ik wel dat het gewoon een leuke kaart is voor een verjaardag. Dus dat. Ik ben nu verder klaargemaakt. Vandaag weinig op de planning. Ik ga zo even mijn kwasten wassen. Dat zal ik jullie even bijzetten. En daarna denk ik nog even wat knutselen. Ik denk dat ik jullie daar even niet bij zet. Want anders heb je ook elke keer hetzelfde beeld. Maar eigenlijk gewoon een beetje basic. Gisteravond heb ik even het perfecte plaatje gekeken. Dat vond ik toch wel een beetje chockerend. Ze hadden een opdracht. Ze moesten zich op hun kwetsbaarst laten zien. Dus eigenlijk een foto waarvan je hoopt dat die nooit in de media verschijnt. Bijvoorbeeld drank, drugs en rock and roll. Kater. Ze hadden ook één vrije keuze. Liefdesverdriet. Constant op de pot. Zoiets. Het was iets met spuug. En naakt onder de douche. Nou, Tycho Gerland die koos naakt onder de douche. Daar vind ik het ook echt wel type voor. Maar hij ging dus ook daadwerkelijk naakt. Dat vond ik net iets minder. Dat had ik niet hoeven zien. Dan had ik wel zoiets van, oei, dat vind ik toch wel een heftig dingetje. Dat constant op de pot was ook best wel goor. Ze kregen €50 waarvoor ze dus ook even attributen nog konden kopen. Dus Gordon die had constant op de pot. Ja, dat vind ik ook alweer precies Gordon. Die had... Ja, ik weet niet wat hij allemaal had gekocht, maar hij had zelf een mengseltje gemaakt waardoor het dus op kots leek. En dat zag er zo ranzig uit. Echt, eerlijk waar, het was heel vies. Uiteindelijk moest Gordon helaas wel vertrekken.
En ik vond eigenlijk dat hij best wel mooie foto's ook kon maken. Ik vind wel, die mensen die daaraan meedoen, die zijn wel super creatief. Ze weten altijd wel weer een foto, ja, precies te maken. Waarvan je creativiteit echt kwijt kunt. En dat mis ik dan soms. Bij mezelf mis ik dat best wel. Want ik maak eigenlijk een beetje basic foto's. En mijn video's, bij mijn video's zijn ook een beetje standaard. Weet je, ik heb nog niet echt de mogelijkheid om bij een clean muur te gaan zitten. Bijvoorbeeld dat een hele mooie achtergrond zou kunnen zijn. Ik wil nog graag een licht kopen. Maar ik twijfel een beetje over een softbox of een ringlamp. Ik weet niet wat daarin het beste is. Dus daar ben ik nog aan het over oriënteren. Maar ja, je merkt gewoon dat die mensen gewoon best wel creatief zijn. En het gewoon eigenlijk best wel, ja, goede foto's worden. Ze hadden ook een foto bij een bij TT op Assen met al die motocrossers. En dan gingen Van Velsen en Estelle Kruijf en Giel, ik weet even zijn achternaam niet, die van Struk TV, die gingen eigenlijk te ver, want die gingen veel te dicht bij het circuit staan. Ze hadden 3 punten of 4 punten waarvan ze foto's mochten maken en hun gingen daar gewoon overheen. Dus daar kregen ze wel een beetje een standje van ja, dit is veel te gevaarlijk, je mag hier helemaal niet komen. Maar dat deerden ze niet echt. Maar goed, dat heb ik gekeken. Ik heb daarna een stukje gekeken van We Want More. En ik heb ondertussen de video in elkaar gezet. Daarna heb ik Komt de Man bij de Dokter gekeken. Het bleek wel herhaling te zijn. Dat had ik al wel verwacht. Maar ik kende deze nog niet. En ik heb mijn artikel online gezet. Ik heb gewoon Clem gekeken. En Gossip Girl. En Clem was ook weer super spannend. Volgens mij is degene die in seizoen 2 hebben, die ze hebben doodgeschoten, Wally, komt volgens mij nu naar boven drijven. Dus ik ben heel benieuwd vanavond. Dus dat was mijn avond. Ik ga nu even stofzuigen en de kwasten wassen. En dan ja, heb ik die klusje in ieder geval weer gedaan. Ik wil even lekker mijn kwasten wassen, want ze zijn echt super vuil. En daar word ik wel even blij van als ze weer schoon zijn. Dus dat ga ik eventjes doen. Inmiddels even een ander shirtje aangetrokken, want ik had het een beetje fris. Dus ik ga nu toch heel even bij de journal. Ik ga die er toch heel even bij zetten. Het zal niet heel lang zijn, maar gewoon even. Ik moet wat schrijfdingen doen, dus dat is eigenlijk wat ik nu ga doen. Dus ik zal jullie er even bij zetten. Zo, inmiddels hebben de katten lekker gegeten. Ik ga zo even lekker douchen. En vanavond kijk ik Oh Wat een Jaar gewoon. En daarna ga ik kijken naar Dik een stukje Luistermoeder. Want dat heb je er nog op. En verder heb je eigenlijk niet zo heel veel vanavond. Ik ga even meteen nagels lakken. Ik ga zo even de lakte afhalen. En dan ga ik dat eventjes doen. Misschien nog even wat aan de vlog werken, maar verder niet heel bijzonder. Dus ik zal even wat reacties beantwoorden, want ik zag een paar reacties die binnen zijn gekomen. Dus ik ga dat even doen en dan zie ik jullie in ieder geval morgen weer, want ik ga verder eigenlijk niks meer doen. Vanavond uiteraard wel weer Gossip Girl en Clem en daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe dit verder gaat afstomen. Dus ik zal bij deze gewoon zeggen, ik zie jullie morgen. Een hele goede middag op deze zondag, het is 5 juli. Ik zit even op de bank. Het is echt heel weinig buiten. En ja, was wel lekker. Ik hoorde het in bed al. Dus dan ja, vind ik altijd wel lekker. Ik heb gisteravond alvast een stukje van de vlog geëdit. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk heel niet meer teruggekomen ben op mijn kettingje.
Ik heb daarin verteld dat er een knoopje zat in mijn kettinkje. Maar ik kreeg een tip van mijn moeder om het knoopje tussen mijn vingers een beetje te rollen. En toen ging die dus wat losser zitten. En toen kon ik hem er dus heel makkelijk uithalen. Dat was echt super fijn. Want het irriteerde me nogal. Maar die is er dus gelukkig uit. Gisteravond heb ik maar gekeken naar Oh Wat Een Jaar. Ja, ik vond het wat minder leuk omdat het een jaar is waar ik niks van weet. 1966. Toen was ik nog lang niet op de wereld. Daarna heb ik Luizenmoeder even gekeken. Maar ja, dat je kijkt wel naar dingen terwijl je eigenlijk al wel weet dat alles, ja, je hebt alles al gezien. Dus toen heb ik de vlog een stukje geëdit. Tot en met zaterdag. Nee, tot en met vrijdag. Want de beelden van zaterdag die stonden nog op de camera. En ik had geen zin om die te halen. Dus dat eigenlijk. Ik heb Gossip Girl gekeken en Klem. Ik heb nu donderdag de laatste aflevering. Dus dan moet ik weer even op zoek naar een andere serie. Dus daar moet ik nog even over brainstormen. Vandaag eigenlijk, ja, even stofzuigen. Even de foto's maken. En ik wil even boven de boodschap een beetje reorganiseren. Want het is best wel een doorn in mijn oog. Ik kan er bijna niet lopen, dus dat is wel eventjes nodig. Maar voor de rest eigenlijk vrij basic. Er is ook weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. De kaart van mijn oma was gelukkig aangekomen. Wel pas gisteren. Nou weet ik ook niet wanneer de lichting was van die brievenbus. Want ik heb hem na 5 uur op de bus gedaan. En sommige brievenbussen die worden pas na 5 uur gelegen. Maar dan kan het net zijn dat hij al leeg was. Ik heb er eerlijk gezegd ook niet op gelet wanneer de lichting was. Dus dat. Ja, en voor de rest eigenlijk, ja. Had ze een hele leuke verjaardag gehad. Er waren toch meer mensen dan verwacht. Dus ja, dat was wel leuk voor haar. Ja, ik ga even stofzuigen. Misschien dat ik jullie met foto's maken er wel even bij zet. Ik heb gisteren natuurlijk ook niet zo heel veel gevlogd. Dan ga ik eerst even die boodschappen doen. En weer even mijn voeten een beetje raspen, want ik heb weer eelt. Ik heb wel mijn teennagels gedaan gisteren. Vanavond zijn mijn vingernagels aan de beurt. Die overigens momenteel heel kort zijn, want ik had weer een paar slechte nagels ertussen zitten. Die niet zo sterk weer waren. Dus dat was een beetje jammer, maar goed. Daar doe je niks aan. Ik moet eigenlijk ook nog even de was opvouwen. Maar misschien moet ik dat vanavond dan even doen. Ik ga even kijken. Ik ga zo eerst in ieder geval even stofzuigen en kijken of ik het boven een beetje loopbaar krijg. Ook heel veel oud papier wat in de doos, in de container moet. Van de horretjes heb ik veel oud papier nog. En nog van het kastje. Van, waar ik de knutseldingetjes in heb. Althans, waar ik het boven toe heb gedaan, wat nog niet perfect is. Dus dat moet eigenlijk ook allemaal even opgeruimd worden. Maar ik ga nu eerst maar eens even stofzuigen, want dan is dat in ieder geval weer gedaan. De fotospulletjes, ik zal jullie zo even bijzetten met fotograferen. Ik heb het boven opgeruimd en ik heb de was ook al voor een groot deel weg. Ik heb een collectie van Essence. Het is de What's Your Fruit Mood. Het is een Refreshing All Over Mist. Ik heb 2 leuke nagellakjes. Het zijn mini accented nail polishes in een rode kleur. En ik heb een fixing spray. Een mini lippenbalsem, een jelly primer, 2 producten voor de lippen. Dan heb ik deze foundation van L'Oreal. Dit is de Infallible 24 Hour Matte Cover. Ik heb van Catrice een Eye Medic Deep Liner. En als extraatje ga ik de Betty's Jade Roller fotograferen voor een artikel. Ik ga even spullen klaarzetten en dan zal ik jullie er even bij zitten als ik ga fotograferen. Thank you.
Zo, Kartjes, we hebben net lekker gegeten. Ik ben even lekker bezig geweest. Fijn dat de was ook al in de kast is voor een groot deel. Oké, hier hangt nog een heel groot deel. Maar nou, daar had ik nu even geen zin meer in. Foto's zijn gedaan. En ja, boven is het ook... Ja, het kan er weer even mee door. Er is weer loopruimte. Het is nog niet perfect, maar ja. Ik merk toch dat de energie daarvoor is. Dit plukje zit ook echt geweldig, zie ik. Maar niet heus. Wat minder is, ik heb nog steeds heel erg last van die kramp in mijn been. Dus, nou ja, het moet maar even zo. Vanavond heb je niet zo heel veel op tv. Je hebt 1 tegen 50 in plaats van 1 tegen 100. In verband met corona hebben ze naar 50 gedaan. Je hebt nog wel Flikken Maastricht op België volgens mij. Dus misschien ook dat even gaan kijken. Sowieso Gossip Girl en Rex. En ja, ik moet foto's bewerken. Dus eigenlijk niet echt een spannende avond. Alleen de televisie is nu wat saaier. Dus ik weet nog niet zo goed wat ik op ga zoeken. Maar er komt vast wel iets langs. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu niks meer doen dan even lekker relaxen. Ik heb weer een beetje hoofdpijn. Dus ja, lijkt me een goed idee om even te relaxen. Straks lekker douchen en eten. En dan ga ik ook lekker vanavond een relaxte avond. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 6 juli. Ik ben klaargemaakt. En ik heb mijn nagels weer gelakt gisteravond. Dit kleurtje. Dit is een... lakje uit de What's Your Fruit Mode collectie van Essence. Dit is een trend editie. Dit is een mini scented nail polish. En deze ruikt naar watermeloen. Deze heeft de naam 01 Let's Melange Together. En echt waar, ik heb gisteravond... Hij ruikt echt zo lekker naar watermeloen. Ik heb de hele tijd zo gezeten. Nu ruik ik het trouwens niet echt meer. Ik rook het zelfs nog door mijn topcoat heen. Dus dat was echt top. Jammer dat de geur er nu wel vanaf is. Maar ik heb echt de hele avond met die nagels bijna aan mijn neus gezeten. Omdat ze lekker ook. Maar die zijn weer lekker klaar. Gisteravond heb ik een stukje van 1 tegen 50 gekeken. Eerder was het natuurlijk 1 tegen 100. Maar door corona kan dat niet. Dus ze hebben nu voor 50 mensen gekozen. Maar ja... Weet je, je kijkt ernaar omdat er niks op tv is. Maar het is niet dat ik zoiets heb van, oh yes, ik ga hier naar kijken. Toen ben ik overgeschakeld naar Vrienden voor het Leven op YouTube. Misschien dat je deze serie kent. Het is een hele oude comedy serie. En ik zat de laatste tijd al zo van, oh het zou zo leuk zijn als ze dat weer eens een keer herhaalden. Want ze zijn op RTL Lounge bijvoorbeeld best wel van het uitzenden van series. Maar ik mis dan... Dus nu doen ze de Vlaamse pot. Ook hartstikke leuk. Maar dat doen ze dan keer op keer. Dat doen ze, toen deden ze ook met Kees en Co. en met Sam Sam. Dan zou ik denken, er zijn nog zoveel leuke comedy series van. Misschien kun je ook wat anders pakken. Ik heb trouwens ook last van hooikoorts. Mickey en Tijpertje. Dus als je mijn oog ziet, tranen. Hooikoorts. Maar goed... Weet je, ik zou het zo leuk vinden als ze dat weer eens zouden gaan uitzenden. Of Schiet mij maar lek. Dat vond ik ook super leuk. Maar goed, toen heb ik dat maar even op YouTube gekeken. Toen heb ik Flikken Maastricht gekeken op België. En daarna nog een afleveringetje van Vrienden voor het Leven. Want je hebt op SBS6 zo'n serie dat gaat over wilde dieren. Maar dat vind ik een beetje te heftig. Omdat je ook wel ziet hoe ze hun prooien vangen. Ja, is gewoon niet mijn ding. Ik heb de foto's bewerkt. En daarna ben ik overgegaan naar... Gossip Girl en naar Rex. Dus ja, lekker gewoon basic door mijn avondje. Lekker gegeten. Dus dat was prima. Ik heb mijn lippenshirtje weer aan en een makkelijke broek. Ik heb nog steeds kramp in mijn benen en het wisselt zich nu af. Het gaat van links naar rechts, links, rechts. Gisteren had ik heel erg last van rechts en nu heb ik heel erg last van links. En ik weet dus niet waar het vandaan komt. Het zal er uiteindelijk zelf weer uittrekken, maar het is wel vervelend. Omdat je dus niet... heel gemakkelijk nu een houding kan aannemen. Ik ben normaal best wel een lenig persoon, zeg maar. Ben ik eigenlijk al vanaf kinds af aan geweest. Ik ging altijd in die rekstokken en weet ik wat allemaal. Maar je merkt nu dat je bepaalde bewegingen niet zo makkelijk kunt maken. Dus je kunt nu niet zo makkelijk in een bepaalde houding gaan zitten. En dat is wel een beetje vervelend. Maar goed, ik hoop gewoon dat het er snel uitgaat. Het was wel heerlijk. Ik ging mijn kleding boven pakken en dat ik nu gewoon rechtdoor kon lopen zonder de troep. Dus dat is wel een heel fijn gevoel. Vandaag op de planning eventjes een video opnemen. Ik ga mijn favoriete video opnemen voor zaterdag.
En daarna ga ik gewoon even bullet journalen. Dus verder niet heel spannend. Ik ga zo even mijn vlees en mijn groenten uit de vriezer halen voor vanavond. En dan, ja, dat is het eigenlijk. Ik ga zo even de stofzuiger er doorheen trekken. Dan ga ik eerst even filmen. Dus dat is voor nu de planning. Het is weer, het waait nog steeds. Ik dacht dat de wind zou afnemen, maar het regent ook lekker. Het is wel regenzon, regenzon. Ja, ik ben wel even benieuwd hoeveel graden het is. Het is ook zo'n standaard dingetje inmiddels waar ik naar kijk. Hoeveel graden is het? Ik zat echt te twijfelen. Zal ik lang mijn mouw aan doen, want ik vond het best wel fris. Het is 16 graden. Oké, en morgen zou het een beetje zonnig zijn. Woensdag, donderdag, vrijdag hebben we weer regen. Nou ja, prima. Whatever. Ik ga even stofzuigen en dan ga ik de spullen klaarzetten voor de video. Dan zet ik jullie bij het bullet journal er wel eventjes bij. En dan ja, ga ik maar eens eventjes wat doen. Zo, de video staat erop. Duurt even, maar dan heb je ook wat. Dus ik ga dit eventjes een beetje terugzetten en dan zal ik het straks even opruimen. Het is nu inmiddels ook bijna al 4:15. Dus ik ga zo eventjes wat drinken en dan ga ik verder met bullet journalen. Ik heb echt wel een grote verslaving voor die Amaklimonade. Die ik je dus van de week liet zien die ik had gekocht. Want echt, ik vind hem zo lekker. Ik blijf hem drinken. Ik drink 2 grote glazen op een dag. Dat is voor mij best wel veel, omdat ik dus niet echt een hele grote drinker ben. Maar ik vind het echt oprecht heel erg lekker. Ik wist niet dat het zo, ja, dat ik het zo lekker zou kunnen vinden. Dus ik ga zeker ook wel weer eventjes halen als deze bijna op is. Want ja, die kost 73 cent en is gewoon echt zo lekker. Echt bizar gewoon. Maar goed, we ruimen dit even op en dan gaan we bullet journalen. En daar zal ik jullie even bij zetten. De video duurde iets langer dan gepland. Ik ben er geloof ik echt al een uur mee bezig geweest. Maar ik had veel te vertellen. Dus ik hoop niet dat de video te lang is geworden. Maar dat gaan we meemaken. Maar ik ga nu eerst eventjes dit opruimen. Zo, katjes hebben gegeten. Toch nog wel eventjes lekker bezig geweest. Maar ik moet zeggen, de inspiratie is een beetje weg momenteel. Dus ik probeer mijn best te doen, maar het is momenteel eventjes iets minder. En ik voel nu gewoon weer heel erg mijn spieren. Maar ik ben blij dat de video erop staat in ieder geval. En ja, eigenlijk op zich een prima dagje. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en koken. Ik heb hier en daar nog wat glitter op mijn arm zitten van het zwartje. Ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd weg te halen. Maar dat gaat straks met douchen er wel af. Vanavond kijk ik lekker Ik weet er alles van het spelletje. Ik kijk Married at First Sight, The Second Chance. En daarna kijk ik dan eventjes Cash or Trash. Dus dat wordt mijn avond. Ik schrijf mijn artikel. Ik denk vanavond nog een stukje Vlaamse Pot en Gossip Girl en Rex. Dus dat wordt verder mijn avond niet bijzonder. Ik hoop dat alles straks door wordt, want ik heb de groenten eruit gehaald en het vlees. Nou, kan dat ook op zich wel als het nog een beetje bevroren is in de pan. Alleen het vlees moet even van elkaar af. Dus dat hoop ik dat dat straks lukt. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen, even lekker mijn beentjes lang uit, want dat is wel even goed voor mijn spieren. Ik ga nog even lekker genieten van mijn limonade siroopje. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want ik ga verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 7 juli. Ik ben klaargemaakt. Vandaag op de planning is de kattenbak, de gang en de douche.
Dus dat ga ik zo eventjes doen. En ik moet even een was draaien. Ik moet echt de komende dagen flink gaan wassen. Maar dat is niet zo erg. Ik hoop alleen dat het ook nu nog een beetje snel droogt. Omdat het warme weer ging natuurlijk super hard. En dat is nu even de vraag. Gisteravond heb ik gekeken naar Married at First Sight Second Chance. Ik moet wel zeggen dat ik me aan bepaalde mensen wel heel erg irriteer. Dus dat is alweer een voorteken van ga ik blijven kijken of niet. Ik ga het wel afkijken, maar ik merk wel wat irritatie naar bepaalde mensen. Dus ik heb dat toch best wel snel dat bepaalde mensen ik gewoon een beetje irritant kan vinden. En ik heb dat nu ook weer een beetje. Daarna heb ik Casual Trash gekeken. Ik heb mijn foto's bewerkt. En ik heb wat heb ik nog meer gedaan? Gossip Girl gekeken en Rex. Dus dat was eigenlijk allemaal prima. Voor de rest eigenlijk niks spannends. Het was een basic avondje. Het eten was niet zo heel erg lekker. Want ik had de groenten uit de vriezer. En ja, snijboontjes die worden zo heel erg zacht. Echt zo heel nattig. Het is een beetje eigen schuld. Maar ze hadden gewoon geen eentje met een datum die langer houdbaar was. Dus ik moet daar gewoon in het vervolg beter naar kijken. Dat als ze een datum hebben waarop ik het niet ga eten, ik het niet ga kopen. Ik kan even wachten. Mijn moeder zei wel, je kan het wel wat langer in de koelkast bewaren. Maar ik heb dat toen een keertje gedaan. En toen was het een beetje zuurig geworden. Dus vandaar dat ik het niet zo goed meer durf. Ik ga even de bank insprayen. En daarna ga ik zo eerst even de kattenbak doen. Ik zet jullie bij de douche er gewoon eventjes bij. Even alles vuilnis weer weg. Dus ik ga eventjes wat doen. Ik ga een muziekje aanzetten en dan ga ik eventjes aan de gang. En maar even een flinke slag slaan zou ik zeggen. Zo, ik ben weer klaar met alles. Zoals ik al zei, ik had jullie alleen even bij de douche erbij gezet. Dat is gewoon het makkelijkst. En de katten hebben nu net gegeten. Ze hebben weer een schone bak. Dus eigenlijk allemaal wel weer top. Vanavond kijk ik beter laat dan nooit. Voor de rest is er niet zoveel. Dan kan ik mooi even de vlog afmaken en de foto's bewerken voor het artikel van morgen. Ja, verder rustig avondje. Straks douchen en eten. Dus verder niet heel bijzonder meer. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook dat belletje aan zetten. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe even een duimpje omhoog. En ik hoop je in ieder geval bij je volgende video weer te mogen zien. Doei!